Welkom dames en heren bij hoofdstuk 4 van het boek Werk. We gaan vandaag kijken naar de arbeidsmarkt. En hierbij zit een stukje wat je al kent van het vak economie waarschijnlijk. En er zal een nieuw stukje in zitten. En we gaan vandaag kijken naar twee vragen. 1. Hoe zag die arbeidsmarkt er in Nederland ook weer uit? En 2. Hoe verandert dit alles? Dat zijn onze taken van vandaag. Oké. Wat moet je kunnen en kennen? Je moet mij kunnen uitleggen hoe de arbeidsmarkt in Nederland uitziet en hoe deze in het recente verleden of nu bezig is om te veranderen. Ik leg je het kort uit. Ik laat je ook wat voorbeeldjes zien vandaag en later ga je zelf lezen en ga je de paragraaf 4 zelf maken. Ja? Oké. Even een aantal zaken die je moet weten. Schuin gedrukt. Ik ga ervan uit dat dat al vrij bekend is. Als eerste, vraag en aanbod. Als het gaat om arbeid, dan moet je even bedenken dat de werkgever die normaal een product aanbiedt en daarmee de aanbodkant zit. En mensen die iets kopen, zoals jij en ik, zijn de vraagkant. Als het om arbeid gaat, is dat juist precies andersom. Want het product, je handen of je inzet, die bied jij aan. Dus jij bent de aanbieder en degene die arbeid vraagt, de werkgever, zoekt iemand die het werk kan doen, die is dus vrager. Dat is omgedraaid en veel mensen verwarren dat. Ja? We noemen de mensen die het aanbieden ook wel de beroepsbevolking. Dat zijn alle mensen die werk zoeken binnen 15. Of is het, je hebt in je boek de juiste definitie bij staan. Als we dan gaan kijken naar arbeidssectoren, dan zien we dat werk is verdeeld in 4 grote sectoren. We hebben de land- en de mijnbouw, die noemen we de primaire sector. Het fabrieken en al het andere waarbij het wordt omgezet tot een eindproduct. Noemen we het secundaire. Je hebt de tertiaire, daar bedoelen we de dienstverlening mee. En dat is met name op winst gericht. En de kwartiaire sector wordt vaak ook onderscheiden. En dat is de overheidsinstanties en non-profit. Dus dienstverlening zonder dat er iets tegenover staat. Ook kunnen we nog iets zeggen over maatschappelijke positie. Beroepen zijn niet allemaal gelijk aan elkaar. Beroepen leiden tot status of hebben een bepaalde status. We vinden in Nederland een vuilnisman anders dan een dokter. Je moet daar ook een verschillende opleiding en van grotere of een langere opleiding voor doen. Dus dat is vrij logisch. Maar mensen maken een rangorde van beroepen. Kortom, je aanzien hangt ook af van je beroep. En dat bepaalt je maatschappelijke klasse. En er is sociale ongelijkheid op deze arbeidsmarkt. Niet alle mensen hebben dezelfde kansen om hoger op de markt te komen dan anderen. Oké. Als je meer informatie hierover wilt, dan adviseer ik je om het boek nog even goed door te lezen over de arbeidsmarkt en ook om anders je economiedocent om advies te vragen. Want dit is vrij goed te doen, denk ik. Wat hebben we dan staan? Nou, je moet deze 4 sectoren kunnen onderscheiden, dus ik hoop dat je dat met deze plaatjes zou moeten kunnen. Oké. Hoe is deze sector of deze arbeidsmarkt in Nederland recent veranderd? Nou, op dit moment zijn er 3 grote veranderingen gaande waar je iets van moet weten. Als eerste is de werkgelegenheid steeds in verandering. Ten tweede gaan we flexibeler werken. En ten derde is automatisering en computerisering ook iets wat gebeurt. De eerste. Soms is er in een sector meer werk dan in andere tijden. De werkgelegenheid, de hoeveelheid vraag van mensen omdat je komt werken, verandert continu. En ook de hoeveelheid arbeid verandert. Bijvoorbeeld, als er heel veel banen in de sector zijn, bijvoorbeeld de luchtvaart, hoeft er maar 1 keer corona overheen te komen en ineens is die werkgelegenheid volledig weg en moeten er heel veel mensen juist worden ontslagen. Kortom, de werkgelegenheid verandert continu. Of er veel of weinig banen zijn, hangt van heel veel factoren af. En dat heeft gewoon met heel veel te maken en gebeurt altijd. Wat ook op dit moment heel veel gebeurt, is dat we steeds flexibeler gaan werken. Met de introductie van het internet en de mogelijkheid om op afstand te werken, zie je dat mensen dat al steeds vaker doen. Dat thuiswerken een optie is. Maar ook in vrije tijd bijvoorbeeld flexibeler zijn. Dus dat je niet een 9-tot-5 mentaliteit hebt, maar ook bereid bent om af en toe een avond te werken of eventueel nacht te werken als het nodig is. Die flexibiliteit is iets wat ook steeds vaker van mensen wordt gevraagd.
Ten derde is het automatisering. Automatisering, hè, houdt in dat een heleboel arbeidsprocessen die nu in Nederland gaande zijn, bijvoorbeeld het maken van apparaten, het maken van dingen in fabrieken, dat gebeurt nu door mensenhanden. Maar robots worden steeds beter en nemen een hele hoop delen van dat arbeidsproces weg. Er zijn dus steeds minder mensen nodig. En de taken die mensen doen veranderen ook heel erg. Ik zal je daar een voorbeeld van geven. Als je gaat kijken naar hoe auto's worden gemaakt in Nederland, dan gebeurt dat vroeger heel erg met de hand. Maar tegenwoordig komt daar eigenlijk nauwelijks nog maar een mens aan te pas. Robots bouwen deze auto's volledig geautomatiseerd. En wat mensen alleen nog doen, is het programmeren van de robots en checken dat ze de juiste kwaliteit afleveren. En de robots onderhouden, olieën en zorgen dat ze hun werk kunnen doen. Kortom, iemand die in een autofabriek werkt, die heeft zijn werk behoorlijk zien veranderen. Want waar die eerst een auto volledig in elkaar moest zetten, elk moertje aan moest draaien, hoeft hij dat nu niet meer en moet hij alleen nog maar de robot begeleiden. Oké, ik zal je twee filmpjes bijvoegen. Eentje van hoe een auto nu wordt gemaakt en eentje van hoe een auto 100 jaar geleden werd gemaakt. Het is wel leuk om dat even nog een klein stukje misschien daarvan te laten zien. Kijken of dat ook lukt. Nee, dat lukt helaas niet. Dat gaat niet in een video. Ach, dan kun je hem vinden in de comments. Voor nu, wat je gaat doen is verder werken met de leerdoelenlijst. Daar staat op welke opdracht je moet maken. En via de magister bekende kanaal vind je welke weektaak er bij deze week en deze les hoort. Heel veel succes en tot de volgende video.